Frank, ik sta te shaken en ik denk niet dat het komt door dat podium aan het rijden. Nee, misschien niet. Dit is voor mij absoluut misschien de meest actueel aanvoelende musical van alle musicals die we in deze zaal hebben gemaakt. En eigenlijk zou ik erbij moeten zeggen, helaas. Want dat gaat eigenlijk, het is een verhaal over alle oorlogen. En twee woorden die dan bij mij opduiken zijn verlies en veerkracht. Verlies, overduidelijk. Er zijn geen winnaars in een oorlog. Jongens die naar het front moeten, die uiteindelijk niks met conflicten maken hebben laten een leven achter. Al de achterblijvers, wat erbij komt kijken. Maar ook die onwaarschijnlijke veerkracht soms van de mens, van op het puin van ontzettend veel leed, verdriet en pijn, altijd weer rechtop te staan. En daar gaat het verhaal over. Frank, je hebt een musical die op een bühne wordt gespeeld, die niet bougeert. Decor bougeert, dat is het enige dat bougeert. Maar hoe in godsnaam begint je aan een scène die je als een film begint in te zoomen, waar een tribune rondom begint te rijden? Kortom, een gigantisch spektakel op zich, vooraleer dat je nog maar eigenlijk iets gespeeld hebt. Hè? God, dat is een enorm voorbereidingswerk uiteindelijk. Ondertussen heb ik zo'n fantastische ploeg mensen rond mij, met mij, Tijl Douwen en Martin Michel. Tijl Douwen die instaat voor de coördinatie van allerlei elementen. Martin Michel die instaat voor de choreografie en voor het plaatsen van de mensen op de juiste plaats. En de hoop dat ze niet over een bom lopen. Dat zorgt ervoor dat wij maanden, jaren op voorhand al aan het voorbereiden zijn. Minutieus tot op de seconde, want het moet ook allemaal veilig gebeuren. Het moet zeer spectaculair en zeer spannend ogen, maar het moet ook veilig zijn. Dus we moeten dat jaren op voorhand voorbereiden. En dat begint altijd vanuit hetzelfde script en partituur. En dan zien welke onwaarschijnlijke dromen we waar kunnen maken. Het is ook een luxe, denk ik, dat je eigenlijk de versie 2.0 kunt maken. Dus jullie hebben geleerd van de eerste versie en de tweede versie is wat aangepast. Andere muziek, enfin, andere nummers ook. En nog spectaculairder. Ja, inderdaad. Het is altijd fijn als je de kans krijgt om een voorstelling opnieuw. Kijk, ik ben ook ouder, ik ben ook rijper in geest en in hart. We hebben ondertussen een aantal dingen meegemaakt, ook op wereldvlak, die ons kunnen voeden in wat het zou moeten zijn. Of wij kunnen ons natuurlijk nooit voorstellen hoe het echt is. Hè. Dus ik wil niet zeggen dat we hier perfect een oorlog kunnen naspelen. Natuurlijk niet. We zitten hier in een zeer veilige omgeving, op een zeer veilige plek, op de aardbol voorlopig. Maar het is altijd goed om iets te kunnen maken. Je kan alles tegen het licht houden. Hè. Dat hebben we ook gedaan. We hebben het ons eigenlijk niet zo gemakkelijk gemaakt. Hoor. We hebben het script daar bekeken. We hebben de partituur, die eigenlijk al heel rijk was. Heeft Dirk Brossé er nog een extra song aan toegevoegd, waardoor de partituur nog rijker is. Een volledig nieuwe vormgeving. Gemaakt door Marnik Baart, Jan Tax en door de tovenaars van Painting with Light. En dan, die rijden de elementen die ons letterlijk laten inzoomen op elk detail op het gezicht. Want dat was hetgeen ik toch miste in Mechelen. Namelijk de intimiteit. Het was allemaal een beetje veraf. En dat hebben we nu toch opgelost. Zeg, Frank, de cast is ook fantastisch. Er zitten ongelooflijke toppers tussen. Eigenlijk te veel om op te noemen. Maar hoe ben je eigenlijk bij deze cast terechtgekomen? Sommige dingen gaan vanzelf. Hè. Soms hoor je mensen al praten in je hoofd op het moment dat je aan het schrijven zit zelfs. En dan gaat het via audities en toch kijken van, we mogen geen vergissing maken. Zit iedereen wel op de juiste plaats? Voelt de acteur, actrice zich goed in het personage? En in dit apparaat, hè, want als je voor de eerste keer als acteur of actrice een voet op deze vloer zet, dan schrik je toch wel van alles wat rondom jou gebeurt. En dan is het echt wel minstens een week wennen. Hè. Hoe hou jij alles zo mooi strak? Want je bent nogal een strakke regisseur. Hè? Ik kan het alleen maar strak houden doordat ik een fantastische ploeg mensen rond mij heb. Alleen is dat onmogelijk. Ik heb een gouden team. Wij hebben maar een half woord nodig, zelfs soms geen woorden nodig. Om te weten wat we van elkaar verwachten. En dat is de basis van alles. Vertrouwen. Vertrouwen is de basis van alles. Is Puurs het Broadway van België? Ik denk dat Puurs iets anders is dan het Broadway van België. Want een voorstelling zoals deze zal je niet op Broadway vinden. Shame on them. Shame on them. Okay. Frank, dankjewel.